Hallo beste mensen. Ik wil het met jullie even hebben over de situatie die op het moment aan het ontstaan is. Je ziet hier achter mij de koeling. Hier rijd ik mijn peren naar binnen. Maar wat is er met die koeling aan de hand? Helemaal niks. Maar wat is er met de stroomprijs aan de hand? Die is vertienvoudigd. Zo ook met het gas. Het gas is ook gigantisch gestegen. Waar zie ik de berichten nou net voorbij komen en waar ik me ernstig zorgen over maak? De aluminiumfabrieken zijn stilgelegd. De dakpannenfabrieken zijn stilgelegd. De zinkfabrieken worden grotendeels stilgelegd. 70% van de Europese kunstmestfabrieken worden stilgelegd. De koelhuizen luiden de noodklok. We hebben het hier niet over een beetje inflatie, we hebben het ook niet over 10% inflatie. De stroomprijs is bij mij hierachter 10 keer zo duur geworden. En geloof je het niet, dan moet je even kijken op dvep.nl. Dan kun je checken wat er per uur de stroomprijs is. Maar kijk maar eens als je het af wil sluiten voor bijvoorbeeld het einde van het jaar. Dan betaal je zo tussen 60 en 80 centen. Ik had hier tot vorig jaar een contract van 4 centen lopen. Dan mag jij even uittellen hoeveel procent inflatie. Dat is tussen de 1000 en 2000% inflatie. We hebben in Nederland geen vraaguitval. Er is vraag en tekort aan alles. En wat gaat er dan gebeuren? De fabrieken gaan alsnog stil liggen. Normaal, in een normaal functionerende economie, zouden fabrieken op volle poelie gas geven, overal arbeiders vandaan halen, weekenden diensten draaien, altijd gas geven om aan de vraag te voorzien. Omdat er dan gewoon geld te verdienen is, als er vraag is. Nou gaan gewoon tijdens hoge vraag de fabrieken stil liggen. Dat wil zeggen, die prijzen die gaan exploderen. Want er is daar een tekort en heel veel vraag. Dit gaat op de kop verkeerd. Iedereen met een beetje boerenverstand voelt aankomen dat die economie niet in een recessie gaat komen, maar er gaat in die dondert van de klif naar beneden. Dat is wat er gaat gebeuren. Als je huishoudens van 100 euro elektriciteit naar 1000 euro elektriciteit moeten, en die contracten die lopen gewoon af, één voor één. Sommige hebben langer, dan heb je geluk, en sommige zijn korter, sommige zijn al over. Die mogen dadelijk in januari duizenden euro's bij gaan betalen. En stel je hebt een klein inkomen van zeg 1500 of 1800 euro. En je krijgt een rekening op de mat van 3.000, 4.000 euro. Hoe ga je dan het eerste kwartaal overleven? Hoe kun je dan je boodschappen doen en je kinderen te eten te geven? Dit gaat gewoon helemaal fout. Ja? En wat zien we in de tussentijd? Onze regering die heeft allerlei regels bedacht met stikstof. 25 miljard eraan uit te geven. Die heeft bedacht dat we de voedselproductie in moeten gaan perken. Ja? Die voedselproductie die komt al onder druk, want de kunstmestfabrieken liggen stil. Oftewel, de opbrengsten gaan het komend jaar dalen. En de prijzen gaan weer omhoog. En de burgers moeten weer meer gaan betalen, wat ze al niet hebben. Het gaat gewoon helemaal fout. We komen gewoon in een totale systeemcrisis te krijgen. De zogenaamde Great Reset. Van Klaus Schwab is een aantocht. Nou, daar zullen ze met z'n allen wel blij mee zijn. Maar in Den Haag, die snappen nog niet dat als het immers zover het is, dat het Malieveld helemaal vol staat. En niet eens met boeren, maar de gewone burgers van Nederland. Die komen dadelijk met 1, 2 miljoen man op het Malieveld staan. Omdat ze gewoon de supermarkt hun eten niet meer kunnen betalen. Het gas niet meer kunnen betalen, in de kou zitten. En dan is het hommeles in het land. Maar waar hebben wij voor minister? Minister van Klimaat en Energie, Rob Jette, die gaat naar een duurzaamheidscongres in de United States. Weet je waar die heen moet? Hij moet als een sodemieter naar Duitsland, hier een paar kilometer verderop. Daar moet hij heen. Zorgen dat die drie kerncentrales open blijven. Dat er energie geproduceerd wordt. En dat die prijzen gaan dalen, zodat we in ieder geval onze economie in de benen houden. En dat we onze mensen nog te eten kunnen geven de komende winter. Want het gaat allemaal helemaal mis. Ze zullen toch wel niet van me aannemen. Maar ik wil het toch gezegd hebben. Dat jullie niet aan het einde zeggen. Ja, had het maar gezegd of niet. Deze is direct aan het kabinet gericht. Stop met de stikstofwaanzin. Stop met het uitwisselen van ammoniak voor NOx.
Want we gaan met z'n allen helemaal naar de kloten. Groetjes en bedankt. Houdoe.